U kijkt naar de allereerste aflevering van K-Buurt TV. Het programma door en over de bewoners van de K-Buurt. En in deze aflevering maakt u kennis met Hart voor de K-Buurt. Een buurtorganisatie die bewoners ondersteunt met verschillende initiatieven in de buurt. Hart voor de K-Buurt bestaat uit een groot aantal gepassioneerde mensen die deel uitmaken van een netwerk. En een netwerk dat heel actief is om het verschil te gaan maken in de buurt. Om dingen tot stand te brengen die anders niet tot stand zouden worden gebracht. Hart voor de K-Buurt is ontstaan door de bewoners, voor de bewoners. En met name hebben we een groot succes gehad toen wij vernomen hadden dat lijn 53 zou worden ingekort. Wij waren het daarmee niet eens, omdat wij van mening zijn dat je langere reistijd zou hebben. Daarom zijn we bij elkaar gekomen en hebben wij ook gezegd, hoe kunnen wij een actie opzetten om die lijn 53 te behouden. In het pand waar Hart voor de K-Buurt nu is gevestigd zitten onder andere een muziekopnamestudio, K-Buurt TV en de internetradiozender High Radio. Jong en oud komen dan ook regelmatig over de vloer om het te hebben over verschillende thema's en om gebruik te maken van de faciliteiten die er zijn. Het concept is simpel en laagdrempelig. We zijn gewoon eigenlijk heel laagdrempelig. Kijk, de core business is de buurt vooruit helpen. Stel je voor, ik ben eenzaam en ik wil gewoon met een clubje mensen een keertje afspreken. En iedereen maakt iets en hebben jullie, weet je, ik wil misschien niet thuis. Nou ja, we hebben hier een ruimte, die kan je gebruiken. Nou, als je gewoon komt van, hey, ik ben op zoek naar een paar mensen, kunnen jullie me helpen? Misschien via de website of weet je, en nou, jullie spreken af dat iedereen kookt wat. Nou, en dan zorgen we hier dat hier de tafels en stoelen klaarstaan, weet je. Eigenlijk voor jongeren, voor volwassenen, voor bejaarden, het maakt niet uit. Je ziet gewoon dat ze een soort van huis hebben gevonden of zo hier. En ze hebben gewoon ergens om zeg maar terug te komen. En ze hebben ergens waar ze zeg maar hun passie kunnen verwezenlijken. En dat vind ik het mooie aan Hart voor de K-Buurt. In de komende afleveringen leert u de kerngroep van Hart voor de K-Buurt nog beter kennen. In elke aflevering besteden we wat meer aandacht aan de persoonlijke verhalen van de bewoners en de betrokkenen. En u maakt ook kennis met de jongeren die zich nu inzetten voor hun eigen buurt, terwijl ze tegelijkertijd hun talenten ontwikkelen. Wilt u meer weten, bezoek dan de website www.1104enzo.nl. Ik ben Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur hier in dit prachtige stadsdeel. En bijzonder ook verantwoordelijk voor Bijlmer Oost. Dus ook voor de K-buurt. Ik moet zeggen, het is een prachtige middag die we hebben hier met elkaar. Een prachtig moment, vind ik. Ik denk dat het laat zien hoe een buurt krachtig kan zijn. Een buurt zichzelf kan organiseren. En dat ook weer leidt tot meer saamhorigheid met elkaar. Meer solidariteit met elkaar in de buurt. En dat zijn dingen waar wij ook voor staan. Waar deze nieuwe coalitie voor staat. Waar wij als dagelijks bestuur voor staan. Dat is dat we echt ruimte en vertrouwen willen geven aan buurten, aan buurtbewoners. Om zelf zich in hun eigen buurt je te kunnen ontwikkelen, voor elkaar te zijn en dingen te kunnen verbeteren. Ik geef een enorm groot compliment aan de organisatie Hart voor de K-Buurt, die dit voor een belangrijk deel getrokken hebben. Het geeft ons vertrouwen verder te gaan. We gaan met het plein verder. Dat zal best ook een heel ingewikkeld proces worden. Nieuwe dingen gaan we uitproberen, gaan we fouten maken. Dat is niet erg, maar we gaan het proberen. En ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dus...